Het is weer begonnen. Middelbare scholen houden open dag. Dat kan achtste groepers helpen om een schoolkeuze te maken. En gewoon goed weten welke school goed voor mij is en zo. Waar ik me fijn voel op mijn plek. En ook al is er veel leuks te doen, zo'n middelbare school blijft een beetje indrukwekkend. Ik vind het best wel spannend, want ik ken hier bijna niemand. Maar ondanks een beetje spanning is het wel belangrijk om naar open dagen te gaan. Vindt ook Joyce Otto. Ja, dat vind ik heel belangrijk. Joyce is van de VO-gids. Die organisatie helpt kinderen en ouders om de juiste schoolkeuze te maken. Nou, wij vinden dat je er al minimaal 3 tot 5 open dagen zou moeten bezoeken. Om een goed beeld te krijgen en om te kijken of een school echt kan bieden wat jij wil, moet je dat toch wel volgen. Er zijn 3 grote veranderingen. De eindtoets heet geen eindtoets meer, maar doorstroomtoets. Die doorstroomtoets is een stuk eerder, al tussen 29 januari en 18 februari. De eindtoets was pas in april. En punt 3, alle 8e groepers in Nederland hebben 1 week waarin ze zich moeten aanmelden voor een middelbare school. De centrale aanmeldweek, en dat is de laatste week van maart. 1 centrale aanmeldweek betekent voor kinderen dat ze dus die week goed moeten weten wat ze precies willen. Dus dat ze de periode ervoor al genoeg open dagen en scholen hebben bezocht. Bijvoorbeeld een stoeltje in elkaar zetten. Deze school in Vlaardingen heeft er daarom voor gekozen om hun open dag eerder te houden dan vorige jaren. We willen de leerlingen en de kinderen zo snel mogelijk de kans geven om met onze leuke school in aanraking te komen. We willen ze gewoon de tijd geven om goed na te denken over hun keuze die ze moeten gaan maken. Want dat is best belangrijk natuurlijk. Dan kan je ook gewoon wat beter de school leren kennen, zeg maar. En ook al zijn er dit jaar dus wat veranderingen, wat wel hetzelfde blijft, uiteindelijk moet er een school gekozen worden.